Ik heb het geweest. Ja, goed. Heb je mijn foto gezien? Oh nee, oh nee. Ik heb 37 graden. 37 is een poort, ja nu. Ja, leg maar vast, 37 graden. Nee, van het einde. Deze namiddag gaan we enerzijds kennis gaan maken met iemand die ons gebeld heeft om samen te werken. En we bezoeken en hebben een compromis. Ja. Dus er zal wel wat zaten op de agenda. En we zullen nog moeten filmen voor Henry Houser TV ook. Dus ja. Maar wie het mag dan. Waar we nu naartoe gaan, dat is een kennismakingsgesprek. En dat noemen we eigenlijk bewust kennismakingsgesprek. Dus het kan een intakegesprek noemen, een prospectiegesprek, whatever. Dat zijn mensen die via met ons contact hebben opgenomen. Dan een woordje uitleg geven over de manier waarop dat we werken. Dat we kunnen kennis maken, zowel met de klant als de eigendom. Maar dat we dan vooral de potentiële klant met rust laten. En op eigen tempo een beslissing laten nemen. Dus ze komen niet in een opvolgingsverhaal van bellen en onneke bellen en onneke bellen. Dus we gaan dat straks zien. We eindigen met te zeggen, van, kijk, de bal ligt nu in jullie kamp. We gaan dat met rust laten. Dag Kohar, goeienamiddag. Ja, goeiemiddag. Hoe is het met jou? Alles goed, bij jullie? Ja, alles goed, dank u wel. Ja. En bij jou? Bij jou ook alles goed. Ja, allee, dat is goed. Ja, ik wil iets vragen van jou. Ja. Ja, maar kijk, ik ga kijken, ik ga contact opnemen met de kopers en we gaan nu op de hoogte houden, Kohar. Oké, okay, super lief van u, Hendrik. Hartelijk bedankt en tot straks. Hè. Ja, tot later. Nou, de kopers van de Kasteelstraat vragen of dat zij nog het overnamedocument hebben van het water en doormailen naar Kohar. En zo min mogelijk te vergeten. Ik ga niet zeggen dat we alles kunnen onthouden, maar ik denk dat de lat vrij hoog ligt. U hebt één nieuw bericht. Eerste nieuw bericht. Hendrik, goedemiddag. Bericht gewist. U hebt alle nieuwe berichten. Want de dame al aan de lijn, we doen het niet gewoon weg. Wat ik voorstel is dat we een keer ons verhaal brengen. Ja. Het waarschijnlijk al een beetje dingen hoort van Kathleen. Ook. Een beetje. Voilà, zo. Mieke, bedankt alvast dat we ons mochten gewoon voorstellen. Hè. Nee, enkel de landbouwgrond. Enkel de landbouwgrond, ja. En wat ik ga doen, want we zijn bezig met de overeenkomst te maken waarmee dat er dan een bod kan uitgebracht worden. Ik heb jouw e-mailadres, want je hebt via Imoweb iets doorgestuurd. Ja, klopt. Dus zodra dat we dat hebben, ga ik je ook een mailtje doen. En mocht je dan nog vragen hebben, bel mij dan gerust nog op. Want hoe lang het duurt dat ongeveer? Dus, Als we nog gaan mogen samenkomen, is dat ongeveer een uurtje in thuis zelf. Dat het slecht evolueert in de zin dat we niet meer mogen afspreken, dan gaat het digitaal zijn, dat we het dan doormailen naar iedereen. Hey. Zolang dat het kan, komen wij gewoon op goede afstand en met mondmaskers samen. En zo is er ook een keer een kennismaking onder de mensen uiteindelijk. Maar we moeten rekenen op een uurtje. Op een uurtje. Ja. Ah ja, en is dat wel voor de volgende reden? Nee. Maar ja, als het weg is, is het weg. Is het nog niet weg, is het niet weg. Hey. Ja, dat is wel. Oké. Bye. Jullie staan constant in verbinding, hè, Marco? We bellen wel regelmatig, ja. Ik weet niet of we gratis naar elkaar bellen. maar ik denk het wel, ja. We zien niet zoveel op bureau en eigenlijk is dat eigenlijk dat wel op bureau zijn. Maar dat is alles zo, hè. Ja. Ik heb altijd met een laptop mee. Bij mij is dat wat tijd uit, we kunnen een beetje verder doen uiteindelijk. Dus, ja. En afsluiten doen we hier in Heulen, waar we voor Agnes op zoek gaan naar een koper voor haar heel ruime alleenstaande woning.
een gelijkvloerse villa eigenlijk. Twee grote slaapkamers op het gelijkvloers, maar ook mogelijkheid om op zolder nog slaapkamers bij te maken. Ligt op 1800 vierkante meter. Zeker de moeite waard, niet ver van Heulenplaats. Voilà, dat was het voor deze week. Heulenpark. Dit was het voor deze week. Heel graag tot volgende week met een nieuw aanbod. Salut. Bye-bye. Voilà, kut. Dit was het voor deze week. Heel graag tot volgende week, waar we terug zijn met een nieuw aanbod. Salut. Bye-bye. Voilà. Ah, we hebben te weinig lang gekeken. Maar het is goed, ik vind het goed. Ja, maar ja. We moeten erop letten dat we dat blijven kijken. Ja. Een deurmatje kan altijd van pas komen. De ladder of later zijn aan een bezoek kan gaan brengen. Er is een huis wat ons aanspreekt. Wij hebben budget X en wij willen er budget X voor betalen, dat je eigenlijk een bod uitbrengt. Morgen zijn we donderdag, dus het kan verkocht zijn en dan is het dan weer volgende week. Dus eigenlijk als het vrijdag nog online staat, is het teken dat het niet verkocht is en kan je eigenlijk naar volgende week donderdag werken. Ja. Wat jullie dan ook onmiddellijk de zekerheid geven, wat ik voor volgende week donderdag is niet verkocht. Dus kun je eigenlijk de regeling treffen die moet getroffen zijn, voor je dan wilt een bod uit te brengen. Ja. Het principe van het bieden is eigenlijk dat wij ervan uitgaan dat iedereen zijn beste prijs geeft. Hè. Zonder dat wij moeten een spel organiseren van bieden en onneke bieden en onneke bieden. Ja, want je weet ook nooit, zijn we alleen, zijn we met twee, zijn we met drie. En we gaan dat ook niet gaan uitspelen. Hè. Omdat het, ik vind bieden dat je gewoon voor je eigen uitmaakt van kijk, dat is de prijs dat ik wil bieden. Zonder dat we er met drie partijen een eindeloos spelletje van maken. Okay. Dat voor niemand nog leuk is op het einde. Ik heb hier een mapje, ik ga het u anders meegeven. Voilà. Ik ga een ronde fiets, een appelflap en een rijstaartje. En druiven voor de gezonde mensen onder jullie en gewassen. Ken vroeg dat net, wat deed je dan? Ik zei een Swiss, een nappenflap of een dingetje, of een rijstaart. Ja. Allee, tot straks hé. Ja. Dingen dat we soms krijgen van, als je niet met percentage werkt, ga je niet gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk te gaan hebben. Maar eigenlijk voor onze motivatie om zoveel mogelijk te hebben, ligt niet in het feit van mijn percentage. Hè. Maar het is gewoon een kwestie van een goede klant en een tevreden klant. Alleen omdat je natuurlijk door vaste tarieven kun je dat wel opwekken. Dat men zegt, maar verouder, of dat je nu verkoopt aan 400.000 of aan 450.000, het niet meer. En dat is waar. Maar als wij maar voelen dat er meer in zit, houden we nog meer uit aan. Ik heb van boven in die boom gezeten. Net ook al bekeken, met een boom kan ik hier krukken. We gaan van de I tot aan het lijntje van het blauw. Voilà, dat verkocht.